Goedemorgen. Ik heb zo'n afspraak met de eigenaar. Okay, ik ben iets te vroeg volgens mij. Wil je ook eens wat drinken? Iets van vers zuur zo. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn. Ik ben Niels. En we hebben de afgelopen weken een aantal dingen weggegeven in onze video's. Onder andere gratis tickets voor het Gorillaz concert. Gratis taxiritjes daar naartoe. Helemaal in Duitsland is het namelijk. En 5 gratis rijlessen. We hebben de winnaars nu bekendgemaakt. Kun je allemaal vinden op ons Instagram profiel. En wij gaan lekker terrassen, want het is vandaag 36 graden. Ziek hè? Dus wij denken om hier te hebben hoe wij ons eerste drankje gratis kunnen krijgen. Want als jij net doet alsof je een afspraak hebt met de manager, krijg je vaak van het personeel gewoon een gratis drankje. Je hebt het al eerder gedaan. Ja, ik heb wel gesolliciteerd. Ja. Jij niet? Van de vader. Maar jij hebt natuurlijk nooit gewerkt. Nee. Maar goed, wij gaan dus lekker terrassen op. Volg ons. Hi. I'll make a drink. Yeah, I've got an appointment with the owner at 3 o'clock. Sherrick, is it? I'm sorry? With Sherrick? Sherrick? Sherrick, the owner? Yeah? Yeah? Sherrick? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. Would you like a drink for now? Cappuccino is alright. Yeah, thank you. Uithalen. Sherrick heeft me afgebeld. De klootzak. Sherrick just called. Yeah. He's not gonna make it, so he wants to reschedule. Yeah, that's fine. So, yeah? Yeah, right. That's on us. Oh yeah? Yeah? Okay, thanks. Thank you very much. Hé? Het lukt toch al, eerste keer. Eerste cappuccino is bij mij in. Ging heel makkelijk. Was echt een makkie. Hallo. Ik heb zo'n afspraak met de eigenaar. Okay. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling dit. Ik krijg geen drankje aangeboden. Hey, goedemiddag. Ik heb een afspraak met de eigenaar. Ja. Die zit nu op een cursus, zover ik weet. Oh. Wie? Mau? Maurice? Danielle? Nee, Maup. Maurice? Maup. Ik ga het even voor je vragen, ja? Vraag maar even na. Oh, Joost. Wat ben je nou aan het doen? Wat ben je aan het doen? Maup. Wat is dat voor rare naam? Maup. Ja, wat het enige wat zou kunnen, wat wij zouden kunnen denken, dat is Nout. Dat is de vriend van de eigenares hier. Maar die is hier niet zo super vaak. Ik kom wel een keertje langs. Ik ben wat vroeger, maar ik had om 4 uur een afspraak voor een eventuele sollicitatie. Met Percy denk ik dan? Nee, met Jamie. Waarom zeg je niet gewoon dat je voor Percy komt? Dat is de eigenaar, daar ben je hier voor. Met wie heb je de... Voor welke zaak? Kopselbar, Hoek van Leidse, dat is dit toch? Feestcafé. Oh, juist. Als ik met de eigenaar? Met Maarten van Hans. Ik heb geen idee. Met die jongen met dat donkerblonde haar. Ik kwam tegen in de kroeg zaterdag en ik had met hem afspraak hier. Oh, juist. Maar is de eigenaar er? Nee, nog niet. Oh, je hebt hem gebeld, hij komt hierheen. Ik weet niet zeker of je het met Hans die afspraak hebt. Ja, dat grijs weet ik ook niet. Nee, donkerblond, een beetje, jaartje 30. Ik heb hem gebeld. Hij weet van niks. Oh, wat krijg je van me? 2,75. Ja, is goed. Nou ja, Joost bakt er wederom helemaal niks van. Ik ga het nog een keer proberen. Hallo. Ik heb zo'n afspraak met de eigenaar, als het goed is. Kun je iets drinken? Lekker. Ja. Doe maar een ijstietje of zo. Een ijstietje? Ja. Je had een afspraak, zei je? Ja. Met? Ja, dat moet ik even checken. Jij bent de eigenaar? Ja, van hier dan. Oké. Okay. Tom. Van Foodora. Oké, ik heb geen afspraak gemaakt met Foodora. Zit ik helemaal verkeerd dus? Ja. Oké. Okay. Kun je betalen? Ja. Ja. Ik moet betalen. Oké, jongens, ik laat nog eentje zien. Ja, ik heb zo'n afspraak met de eigenaar. Ja. En wat zeg je? Met Trace. Nee, volgens mij met Jos. Okay. Toegekregen. Van voeder aan ben ik. Prima, maar wil je drinken of wat heb je op Jos? Doe maar een cappuccino alsjeblieft. We doen geen warme drankjes meer. Dan maar een spijtje rood alsjeblieft. Ja, super. Dankjewel, top. Dat is geen probleem. Oké, okay, maakt niet uit. Tot ziens. Vergeten?
Hij wilde hem verzetten. Dus ik moet deze week even een nieuwe afspraak maken. Moet je verkopen? Nee. Ik woon gelukkig in Amsterdam hoor. Maar ja, toch. Maakt niet uit. Ik weet nog niet of ik het gratis krijg. Dat is de grote vraag. Weekend vieren. Zeg ja? Ik zeg ik ga weekend vieren. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Is goed zo? Ja, tuurlijk. Oh, top. Super, dankjewel. Oké, helemaal goed. Kut nieuws, hij flikt het gewoon weer. Ik ga het nog één keer proberen, jongens. Kom op. Goedemorgen. Ik heb zo'n afspraak met de eigenaar. Okay. Ik ben iets te vroeg volgens mij. Wil je ook dus wat drinken? Iets van verse zuur of zo? Dat hebben we wel. Ja, heel lekker man. Zou het dan eindelijk... Zou mij dat ook heel lekker deed, hoor. Super man, dankjewel. Ik ga het niet redden. Wat hebben we nu afgesproken? Ja, ik zit er nu. Ah, shit. Ja, uurtjes helemaal goed hoor. Ik krijg net een... Ik krijg net een belletje dat hij het met een uurtje wil verplaatsen. Dus ik ga nog even langs kantoor. Oké, ja. Krijg ik iets van die... Nee, dat komt goed. Is dat goed? Ja? Oké, man. Ja! Hey! Jezus! Anders had ik niet kunnen slapen vannacht, hè? Oei, dat is even... Dat duurde even. Maar die... Ja, hoe kan ik nou weten dat de eigenaar er ook echt is? Ja, nee, maar die Joost, die liep de kut, hè? Dit was niet jouw item. Ik weet niet waar hij met zijn hoofd was, maar dit ging helemaal nergens over. In ieder geval aan alle horeca-eigenaren die zich benadeeld voelen. Ja, het is maar 40 cent inkoopprijs. Dus als je er nog een keer over wil praten, dan laat me weten. Ja. In ieder geval, dit was hem weer, hè? Ja, volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. En vergeet ook niet even te kijken als je hebt aangemeld voor die rijlessen. Want het staat allemaal op onze Instagram. Alle winnaars. Inderdaad. Abonneer op het kanaal mocht je het nog niet gedaan hebben. Kan me bijna niet voorstellen. En like ook even de aflevering als je hem vet vond. En dan like wie volgende week? Like me. Like je later. Like je later.